echt veel kan doen. Dat is een soort kleine harp. Maar het principe is dat het melodisch is. Dus niet alleen met akkoorden. Net zoals met de Dag van de Vrede gaat het mij ook nu enkel om mijn ideeën over te brengen. Daarvoor was ik begon met spelen toen ik 8 was. Voor mij was spelen net zoals tanden poetsen. Ik deed het gewoon. Ik ging naar de muziekschool, ik koos een instrument uit, ik speelde en ik dacht er niet zoveel bij na. En ik oefende en oefende urenlang zonder dat ik zeg maar in mijn hoofd had van wil ik dit, wil ik dit niet, wat wil ik hiermee. Dus ik ben soort van met dat idee opgegroeid en op een gegeven moment toen ik wat ouder was, wist ik ook zelf niet meer wat ik nou wou. En toen ben ik ook een beetje een afstand gaan nemen van muziek en toen ben ik veel gaan schrijven en toen heb ik dat weer met elkaar gecombineerd. En toen heb ik me gerealiseerd dat ik gewoon heel graag een verhaal wil vertellen. Graag wil praten. En muziek is dan mijn middel om dat voor te brengen. Ik ervaar vrede als een soort van aan- en afwezigheid. Dus als er nooit oorlog was, als er nooit stomme dingen aan de hand waren, dan zou vrede niet echt bestaan. Omdat het gewoon, dan was het leven gewoon zo. En ik denk dat we dat in Nederland zo ervaren, meestal. We voelen de aanwezigheid van oorlog en ellende niet. Ja, ik denk dat het dichtbijst dat we kunnen komen bij met elkaar zijn en voelen voor mensen die de afwezigheid van vrede voelen, is om te realiseren dat het er ook niet kan zijn, zeg maar. In plaats van alleen maar te denken dat dit is hoe de wereld in elkaar zit, want dat is niet zo. En het hoort wel zo, maar het is niet zo. Ik vind dat het heel erg om ik, jij gaat in deze maatschappij en hoe we dat nu doen. En ik zou graag willen dat het meer wij wordt. Dus over 5 jaar hoop ik ergens een verhaal aan het vertellen te zijn.